Ziektebeelden en sport, deel 3. In deze video bespreek ik een aantal ziektebeelden met organische beperkingen in relatie met de sport. Aan de orde komen angina pectoris als coronaire hartziekte, astma en COPD, diabetes mellitus, fibromyalgie en obesitas. Angina pectoris of pijn op de borst. Mensen die hieraan lijden grijpen bij pijn op de borst dan ook naar hun musculus pectoralis major. Het hart zelf ontvangt zuurstof en voedingsstoffen via de kransslagaderen. Wanneer deze gedeeltelijk dichtslibben door atherosclerose of vetafzetting aan de vaatwand, dan spreken we van angina pectoris. Wanneer het hart tijdens een inspanning onvoldoende zuurstof krijgt, dan spreken we van een stabiele angina pectoris. Wanneer dit in rust gebeurt, dan is er sprake van een instabiele angina pectoris, die natuurlijk ernstiger is en een voorbode is voor een hartinfarct, hartaanval of myocardinfarct. En dat kan weer leiden tot een hartstilstand. De meeste mensen met een stabiele angina pectoris leiden een normaal leven, maar het is wel een waarschuwing. Bij een stabiele angina pectoris is sporten geoorloofd, maar met een lage intensiteit. Deze mensen hebben meestal een vaatverwijdend medicijn bij zich in geval van. Bij een instabiele angina pectoris geldt doorgaans een sportverbod. COPD of chronische obstructieve pulmonaire disease is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. De symptomen zijn kortademigheid, een chronische hoest en overmatige slijmproductie. Het verschil met astma ligt in het feit dat COPD chronisch en astma aanvalsgewijze kortademigheid geeft. Tussendoor zijn mensen met astma klachtenvrij. Naast erfelijke aanleg is roken een van de voornaamste oorzaken voor COPD. Sporten met lage intensiteit, zoals bijvoorbeeld wandelen, fietsen, zwemmen, golven en fitness die gericht zijn op het uithoudingsvermogen, zijn geschikt. Diabetes mellitus, of letterlijk vertaald zoete doorloop. Vroeger bepaalde men door het proeven van de urine of je suikerziekte had. De urine smaakte zoet, omdat er te veel suiker in de bloedbaan blijft, die daardoor ook via de nieren wordt uitgescheiden. In de gezonde situatie die hier is afgebeeld, zie je hoe het lichaam de bloedsuikerspiegel regelt. Na inname van suiker zal insuline uit de alblaasklier er niet alleen voor zorgen dat de cellen glucose kunnen opnemen, maar ook glucose als lever- en spierglucogeen opslaat. Bovendien ook als vet in het onderhuids vetweefsel. Daardoor daalt het glucosegehalte. Is het bloedglucose te laag, dan zorgt glucagon uit de alblaasklier ervoor dat glycogeen weer wordt omgezet in glucose. Dit automatisch feedbackmechanisme zorgt voor een vrij constante bloedsuikerspiegel. Diabetes type 1 is een auto-immuunziekte waarbij het afweersysteem de insuline producerende cellen aanvalt. Er wordt geen insuline meer geproduceerd. Insuline moet elke dag toegediend worden. Bij type 2 wordt er te weinig insuline geproduceerd en de cellen worden insulineresistent. Ze nemen weinig of geen suiker meer op, waardoor de bloedsuikerspiegel stijgt. Deze oplopende waarden geven uiteindelijk aanleiding tot het manifest worden van diabetes mellitus type 2. Type 2 stond vroeger bekend als ouderdomsdiabetes, maar is dat al lang niet meer. Steeds jongere mensen met een ongezonde levensstijl solliciteren naar deze afwijking. De verschijnselen zijn veel plassen en dus veel dorst. Vermoeidheid, want je plast suiker uit en dat is een belangrijke brandstof voor de cellen. Een droge mond, wazig zien en risico's op met name urineweginfecties en blaasontstekingen. Door regelmatig te bewegen en niet te veel koolhydraatrijk voedsel te nemen, kun je van diabetes type 2 afkomen. Hyper en hypo zijn termen die in de ziektekunde dagelijkse kost zijn. Het geeft aan dat een functie van het lichaam niet meer in balans is.
hyper is te veel en hypo is te weinig. Bij hyperglycemie is er niet één te veel aan insuline, maar één te veel aan suiker in het bloed en juist te weinig insuline. Dit is diabetes. Bij hypoglycemie is er niet te weinig insuline, maar te weinig suiker in het bloed, doordat er bijvoorbeeld te veel insuline is gespoten. Je komt dan van een hyper in een hypo terecht. Fibromyalgie. Fibromyalgie is chronische pijn in spieren en bindweefsel. Vaak gaat deze pijn gepaard met stijfheid, vermoeidheid, slaapstoornissen, stemmingswisselingen en moeite met de concentratie. De klachten zijn chronisch, wisselen vaak, maar er zijn geen afwijkingen in spieren en bindweefsel te vinden. De aandoening is niet met geneesmiddelen te genezen. Iedereen kan fibromyalgie krijgen, vrouwen meer dan mannen, en het steekt vaker de kop op tussen de 25 en 40ste levensjaar. Het komt ongeveer bij 2% van de volwassenen voor. Eigenlijk zijn er geen oorzaken aan te wijzen, maar er zijn wel theorieën over. Mogelijk komen de klachten vanuit de hersenen. Ook langdurige stress, fysieke overbelasting, een virale of bacteriële infectie of een zware bevalling worden genoemd. Er zijn geen sporten die niet geschikt zijn voor mensen met fibromyalgie. Het blijkt uit onderzoek dat regelmatig bewegen leidt tot vermindering van de klachten van fibromyalgie. Daarnaast heeft sport natuurlijk een positief effect op de stemmingen, waardoor ook weer minder klachten ontstaan. Last but not least, obesitas. Ga er maar even voor zitten. Adipositas is een synoniem voor obesitas of vetzucht. Van vetzucht is sprake wanneer de BMI of Body Mass Index, dus het gewicht gedeeld door de lengte in het kwadraat, groter is dan 30. Je ziet dat in deze tabel. BMI zegt echter niet alles, omdat spiermassa zwaarder is dan vetmassa. Dus een rugbyspeler kan dezelfde BMI hebben als een mollig iemand, zoals een dartspeler. Dat wil dus zeggen dat ook het vetpercentage belangrijk is. De BMI zegt ook niet waar het lichaamsvet zich bevindt. Daarom wordt ook de middelomtrek gemeten. Er is aangetoond dat mensen met veel buikvet een verhoogde kans hebben op diabetes, hart- en vaatziekte en hoge bloeddruk. Hier een tabelletje daarvoor. Je kunt ook met een touwtje de middelomtrek bepalen. Ga met de hiel op een touwtje staan. Neem de lengte van het touwtje van de hiel tot aan de bovenkant van het hoofd en knip het touwtje daardoor. Vouw het touwtje dubbel en bind het om het middel ter hoogte van de navel. Bij een gezond gewicht is de taille de helft van de lengte. Dan zou het touwtje om het middel moeten passen. De verhouding taille-lengte neemt toe als je meer gevaarlijk lichaamsvet ontwikkelt. Maar let op, veel visceraal vet, dit is vet dat de inwendige organen inkapselt, is ook een risico. Dat vet zie je niet. Zo iemand wordt een tofi genoemd. Thin outside, fat inside. Slank van buiten, maar vet van binnen. Iedereen begrijpt dat een bepaald levenspatroon van invloed is op het ontwikkelen van obesitas. Maar vergeet de genen niet. Zij spelen ook een rol bij het reguleren van ons gewicht. Professor Sadaf Farooqi bestudeert de genetische invloeden op ons gewicht. Zij onderzoekt afwijkingen in bepaalde genen die kunnen leiden tot obesitas. Bepaalde genen bepalen de eetlust, hoeveel je wilt eten en welk eten je lekker vindt, maar ook de verbranding van calorieën en hoe het lichaam omgaat met vet. Er zijn genen ontdekt waarbij een afwijking gekoppeld kan worden aan een bepaald soort gedrag. Een DNA-monster uit het wangslijmvlies kan daarvoor onderzocht worden. Bij hetzelfde eetpatroon komt de een meer aan dan een ander en heeft dus een grotere kans op overgewicht. Maar er zijn genen die je zelden ziet met veel grotere gevolgen. Het gen MC4R beïnvloedt de hersenen en bepaalt onze eetlust.
Iedereen heeft dit gen. Maar als het een afwijking heeft, waardoor het niet goed werkt, heb je doorgaans meer eetlust en ben je ook geneigd om vetter te eten. Iets minder dan 1% van de bevolking heeft een afwijkend MC4R-gen. Er zijn nog 100 andere genen die ons gewicht voor 40 tot 70% kunnen beïnvloeden. De genen zijn door de jaren niet veranderd. Dit verklaart dus niet waarom het gewicht verdrievoudigd is in de laatste 30 jaar. De verandering zit hem in de dingen die deze genetische neigingen stimuleren. Het soort eten dat ons omringt. Bijvoorbeeld de ontelbare eetgelegenheden die ons omringen, die allemaal calorierijk eten verkopen. Voor veel mensen met ernstig overgewicht helpt een dieet en meer bewegen niet. Sommigen gaan daarom over op een drastischere ingreep. De bariatrische chirurgie. Deze ingreep is er alleen voor mensen met een BMI van minstens 35 of hoger en als niets anders meer helpt. Zo'n ingreep als een maagverkleining is erg prijzig, zo'n 7000 euro. Het is een effectieve ingreep waarbij de maag tot 90% kleiner wordt. Er kan minder voedsel in, maar dat is niet de belangrijkste reden. Het gedrag van bepaalde hormonen verandert. Hormonen die je een vol gevoel geven na het eten nemen juist toe en hormonen die de eetlust bevorderen nemen af. De eetlust neemt af en het vol gevoel neemt toe. Het probleem is dat slechts 1% van de zware gevallen een maagverkleining kan ondergaan, omdat het erg duur is. Door deze ingreep kan obesitas niet verslagen worden. Maar bariatrische chirurgie wordt wellicht overbodig. In het Imperial College in Londen hebben ze hormonen gekweekt die verantwoordelijk zijn voor de veranderende eetlust na de operatie. 3 hormonen samen zouden voor hetzelfde gewichtsverlies moeten zorgen als in operatie. Het middel mag slechts 28 dagen worden gebruikt totdat duidelijk is dat het echt veilig is. In 28 dagen wordt 2 tot 8 kilo aan gewicht verloren. Het medicijn is bedacht door professor Steve Bloom, maar is nog niet op de markt. Als je afvalt, neemt de kans op kanker al met 50% af. Diabetes verdwijnt, minder kans op Alzheimer, je leeft langer en de mensheid zal verlost zijn van de obesitas tsunami. Nog een laatste opmerking over obesitas, dat anno april 2020 heel erg actueel is in verband met het coronavirus, dat de wereld als nooit tevoren in zijn ban heeft. Er blijkt namelijk een sterk verband te bestaan tussen patiënten die beademd moeten worden op de IC en kampen met overgewicht. Dat geldt voor China, waar het virus begonnen is, Italië, maar ook voor Nederland. Het coronavirus bindt zich namelijk aan een receptor die ook op vetcellen zit. Dus als je meer vetcellen hebt, heb je ook meer receptoren waarop het virus zich kan binden. Daardoor zou er een relatie zijn tussen dit virus en longschade. Ik wil hier eindigen met een tip. Neem regelmatig een koude douche. Bij lage temperaturen scheiden de zenuwcellen de signaalstof beta-3-agonist af, die zich hecht aan receptoren op witte vetcellen, die daarna het weefselhormoon prostaglandine gaan aanmaken. Daardoor veranderen ze in bruine vetcellen, die in tegenstelling tot de witte vetcellen geen vet ophopen, maar het juist verbranden. Zo draagt een koude douche bij om af te vallen. Dit is het einde van deel 3.